ik ben Kiwi en welkom bij Kiwi Eats. Ik ben bezig met 12 Days of Christmas, elke dag een video van mij. En vandaag gaan we het hebben over een kaasdiner waar ik ben geweest. En dat was heel erg lekker. Mijn zus heeft mij meegenomen naar een vegan cheese dinner. Bij de jongens op het zand. De jongens op het zand, dat zijn twee jongens die op het zand wonen. En die hebben een vegan bed and breakfast. En die doen ook regelmatig vegan dinners. Waar je gewoon voor kan aanmelden. Het is een soort huiskamerrestaurant. En dan kan je gewoon lekker gaan eten. En dit keer was het een cheese dinner. Een vegan kaasdiner. En toen ik binnenkwam zag ik pas dat het dus in samenwerking was met Charlie's All is Fair. Charlie, Charlotte. Die maakt vegan kazen. Allerlei soorten kazen. Zo lekker. Ik kende dus al van de vegan evenementen waar ik dingen heb gekocht en geproefd. Zo lekker. Dus ik was helemaal blij. Het was super gezellig. De kamer was, weet je wel, kaarslicht en zo, kerstlampjes en alles. Alles zat helemaal vol met leuke mensen. Je rook gewoon allemaal kaasluchten. Echt super lekker. Het voorgerecht was een soort kaassoep met aardappels en zo. Echt heel erg lekker. Echt zo'n lekkere cheesy soep. En het hoofdgerecht was een kaasfondue. Kaasfondue met allerlei lekkere hapjes, groenten en zo en brood om erin te dippen. Super lekker. En een kaasplankje met al haar bekende kazen. Ik ben Charlotte van Charlie's All is Fair. Ik maak biologisch plantaardige kaas. Dat doe ik samen met mijn broer. We maken alles met de hand. We hebben vandaag kaasfondue meegenomen op basis van de camemberten. Dat is de enige kaas op basis van rijstnaak in ons assortiment. De meeste zijn kaas van biologische cashewnoten. Met uitzondering van de Roquefort, die is op basis van zonnebloempitten. Dus ik heb hier een aantal van onze smaken meegenomen. Dit is de geitkaas, dus op basis van de cashew en amandel. Heeft een licht zuurtje, is een beetje de Franse geitachtig. Dit is de brise, dus een gefermenteerde cashewkaas. Deze is nog relatief jong, want ik heb hem net gemaakt. Hij is net af. Normaal laat je hem nog een aantal dagen rijpen in de koelkast. Dat zou je thuis bijvoorbeeld kunnen doen. Dit is de enige kaas die je niet in kan vriezen. Dit is de Roquefort, op basis van zonnebloempitten. Ook deze is vers gemaakt, dus die moet ook nog rijpen. We vriezen alles in vlak voordat we het gaan vervoeren. Vandaar dat ze nu nog wat koud zijn. Dus dan weet je dat. Mozzanada, dat is op basis van cashewnoten. Die stretcht een beetje, dus een van de leuke stretchkaasjes. Boerse zin, echt een kruidenkaas. Cheddar, wat pittige vollerkaasje. Erg lief bij Nederlandse kaasliefhebbers. En de parmezaan is echt een strooikaas. Die gaat heel lekker over de pasta, de pizza of de salade. En het nagerecht was natuurlijk een cheesecake. Een cheesecake! Yes, girl! Zo lekker. Heerlijke cheesecake. Het was allemaal gewoon zo lekker. Dus ik vond het echt heel erg tof dat ze dit gedaan hebben. En ik vond het heel leuk dat mijn zus mij daarvoor heeft uitgenodigd. Het was allemaal echt heel erg lekker. En vooral mijn zus, die mist kaas nog wel, weet je wel. Ik ook wel soms, maar eigenlijk bijna nooit, moet ik zeggen. Zeker hoe langer ik vegan ben, hoe minder ik dat soort dingen eigenlijk mis. En het is nooit zo dat ik denk van, ik ga het toch maar proberen. Want als ik kaas zie, echte kaas zie en ruik, dan ruik ik alleen maar... Het is voor mij heel dubbel, hè. Het is het dierenleed wat erachter zit. Dat zie ik gewoon. Ik zie koeien in zo'n ruimte. Ik zie kalfjes die geboren worden. Mannetjes die worden gelijk afgemaakt. Of weet je wel, na een tijdje. En dat wordt kalfsvlees, et cetera, et cetera. Dat zie ik als ik kaas zie. Maar als ik het ruik, dan ruik ik ook dat wegen. Dat je denkt van, dat is de moedermelk van een dier, weet je wel. Je zou als je denkt aan moedermelk van een andere vrouw, dan denk je ook, oeh, nee. Of van een hond, weet je wel. Oeh, nee. En dat wegen, nee. Maar dus, ik mis het dus wel gewoon af en toe, weet je wel, de herinnering van die smaak. Maar niet zo echt, heel erg. Maar het is toch heel lekker om dit soort dingen te eten. Het is echt heel lekker. Die mozzarella, die was echt de structuur ervan. En dat kan je natuurlijk ook allemaal zelf maken, dus dat ga ik ook echt een keer proberen. Ja, en vooral de cheddar. De cheddar vind ik gewoon heel erg lekker. Lekker op een toastje doen en zo, super lekker. Je kan de kaasjes van Charlie's All is Fair, kan je online bestellen. Volgens mij op veggie4you.nl. Ik zet het in de beschrijving hieronder. Kan je kijken waar je het kan bestellen. En dan denk je misschien, het is een beetje duur. Maar hey, gewone echt goede kaasjes zijn ook duur. Weet je wel. En het is gewoon lekker om een keer te proberen. Dus ook als je een keer op een vegan evenement komt, moet je zeker daar een keer wat proberen. Ze hebben daar, als het goed is, wat testetjes, weet je wel. Dat je gewoon even kan proeven. En dan kan je dingetjes kopen. Super lekker. Super lekker. Het was heel fijn. Het was heel gezellig. Jongens van het zand, hartstikke bedankt. Charlie, hartstikke bedankt. Mijn zus, hartstikke bedankt. Het was heel erg gezellig. En ja, als je zelf ook een keer vegan kaasjes wil maken, want dat kan gewoon. Je kan ze zelf maken, weet je wel. We leven in een tijdperk met internet. Maak er gebruik van.
Ik ga wat linkjes zoeken en die ga ik ook in de beschrijving zetten waar met recepten hoe je zelf vegan kaasjes kan maken. Dus, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat een comment achter met of jij al vegan kaasjes hebt gemaakt of hebt geprobeerd. Of bijvoorbeeld al is het maar de Wilmersburger die gelukkig nu in heel veel supermarkten verkrijgen is. Mis jij kaas als je veganistisch bent? Als je nog niet veganistisch bent, ben je dan heel erg bang dat je dat zal missen. Want dat is het meest genoemde ding van... Ik zou nooit vegan kunnen gaan, want kaas zou ik zo erg missen. Valt hartstikke mee. Zeker als je weet wat het is en het leed wat erachter zit. En hoe ongezond het eigenlijk is. Maar goed, laat een comment achter met jouw mening, ervaring. Deel wat je al hebt gemaakt of wat je hebt gegeten. En dan zie ik je graag morgen weer, want ik ben bezig met 12 Days of Christmas. Oké, tot morgen!